de vijfde boot alweer waar ik op zit. En volgens mij zijn er ook 5 boten vandaag bij de openingsdag hier in de open dag van Rotterdam. Klopt, ja. 5 schepen in Rotterdam en 6 in Arnhem. Hè, nu op de Azolla. Dus ja, als we aan de andere kant begonnen zijn, zijn wij de laatste. Ja, je kan ook hier beginnen. Het is vlak tegen de Erasmusbrug. Eigenlijk ja. De boot die het dichtst bij de Erasmusbrug is, de Azolla. Ja, klopt. We doen dat al meerdere jaren en bevalt heel goed. Je ziet het ook al aan de bezettingen, wat er allemaal weer komt kijken. Vaak hebben mensen al eerder een reisje geboekt en soms voor de eerste keer. En dan krijgen ze een kleine flesje Prosecco extra als ze vandaag nog boeken. Ja. En wie bent u? Naast wie zit ik? Oh, dat is ook wel belangrijk. Antoine Frank, ik ben kapitein-eigenaar van de Azolla. En mijn vrouw vaart ook altijd mee, zij is manager aan boord. Ja, dus u bent de eigenaar van het schip. Wat voor zorgen zitten er aan een schip? Heel veel zorgen. Maar als je al alles onder controle hebt, valt het allemaal mee. Dus. Ja, je hebt lasten en baten. Dus wat kunt u vertellen daarover? Eigenlijk alleen maar positief. Want we hebben het schip nu 16 jaar dat we al gevaren hebben. We gaan er 17e jaar in volgend jaar. En het gaat gewoon supergoed. Goede bezetting. En dat is het belangrijkste. En dan kan je eerst wat verdienen en daarna alles uitgeven. Weer wat je aan het schip doet. Dus veel onderhoud aan. Maar dat hoort er allemaal bij. Ik voelde de boot of het schip eigenlijk gewoon een beetje heen en weer gaan nu. Hoe kan dat? Ja, dat is eigenlijk het enige grote nadeel van Rotterdam, dat het hier altijd gaat, omdat die watertaxis langs varen. En de waterbussen heb je ook hier varen. Dus dat is best wel irritant om hier te liggen. Dus in het seizoen liggen we hier ook niet, om deze reden eigenlijk. Maar waarschijnlijk voel je dat met dit schip natuurlijk het meest, want je zit hier dichtst op de brug. En de start en het einde van natuurlijk die cruises die daarnaast zitten. Ja, ligt eraan hoe je het bekijkt. Als ze komen, die waterbussen komen vanaf Dordrecht. Dus die moeten hier al gaan afremmen voordat ze op het steiger aankomen. Dus daar hebben we misschien iets minder lasten van. Overal schommelt het wel. Er is niks aan te doen. En het water gaat heen en weer hier. Meter of 2,5 tot 3. Dus vandaar dat je hier altijd wel blijft deinen. Is dit het kleinste schip? Want ik zag 90 slaapplaatsen volgens mij. Ja, wij zijn het kleinste schip van die bij Veenstra vaart. 90 bedden. Restaurant 92 zitplaatsen en daarom kunnen we ook hele mooie reizen doen waar de grotere schepen niet kunnen komen. We zitten in het restaurant, ik zie het heel mooi opgedekt. Er staat echt een kerststrik voor mijn neus met een heel mooi bord. Wat is voor u ook een goed gevoel binnen het schip als kerst is, ook weer oud en nieuw? Ja, wij doen zelf geen kerstreis, ook geen oud en nieuw reis. Maar ja, met de open dagen, omdat het nu bijna kerst is, hebben we wel het schip versierd. We hebben 3 jaar lang wel kerstreizen gedaan, maar we vinden het ook fijn om af en toe gewoon thuis te zijn met die dagen. En met de familie. Bent u nou de enige schipper of is er nog een tweede schipper? Als wij gewoon in het seizoen varen, zijn we met 4 man buiten. Dus kapitein, stuurman, machinist en een matroos. Ja, en dat betekent dus dat op het moment dat je eventjes wil slapen...